Mijn naam is Danielle Pasma en dit is weer een Wednesday Warrior Walk. Ken je dat? Je komt in een fase in je leven waar iets wegvalt. Waar je werk wegvalt, waar iets anders wegvalt, waar je altijd enorm veel vastigheid van hebt gehad, veiligheid van hebt gevoeld. Waar misschien wel iemand wegvalt, een vriendschap wordt verbroken of op wat voor manier dan ook dat je iemand kwijtraakt. En ergens ontstaat er een leegte. Ontstaat er een soort, bijna vacuüm. En wat is dan de natuurlijke drang van bijna ieder mens? Dat is om het weer te willen opvullen. Om er iets anders voor in de plaats te willen zetten. Het gevoel van leegte op te heffen en te zorgen dat je je weer vervuld voelt. Letterlijk. Want ik denk dat een van de moeilijkste dingen voor mensen is om echt te aanvaarden dat er een stuk leeg is in je leven. En dat dat niet direct eigenlijk kan worden opgevuld. Want vaak als je het probeert op te vullen, dan lukt dat eigenlijk niet. Het is een soort substituut. Het is namelijk nooit hetzelfde als van wat er is weggevallen. Maar juist in die leegte is er eigenlijk, kan er iets nieuws ontstaan. Is het als het ware, ik noem het eigenlijk een beetje je eigen genesis. Je eigen ontstaansmythe. Daar kan iets gecreëerd worden wat je tot nu toe gewoon nog helemaal niet kende. Wat er nog helemaal niet was. Ik heb dat zelf heel sterk ervaren in mijn burn-out. Dat is ook een vorm van leegte. Je bent letterlijk leeg. Je kunt gewoon even helemaal niks meer. Je hebt gewoon echt geen energie meer. En daardoor kun je ook niet meer de dingen doen waar je normaal je leven mee vulde. Waar je je hoofd mee vulde. Waar je actie in de dag mee vulde. Je dagprogramma, gewoon simpelweg. Dus er is leegte. Want dat kan gewoon even niet anders. En juist in die leegte kunnen er nieuwe dingen ontstaan. En ook dingen die echt werkelijk nieuw zijn. Dus die je nog nooit eerder gedaan hebt. Ik zie dat ook wel in processen van in mijn krijgen krachtcoaching. Dat mensen iets willen doorbreken. En die proberen eigenlijk nog steeds op de oude manieren. Proberen ze iets te doen. Maar dat werkt niet meer. Want ja, dat wil je nou juist doorbreken. En dat, daar loop je in vast. Maar waar ze eigenlijk moeten komen. Is accepteren dat er gewoon even niets is. Niet dat het meteen weer opnieuw invult en opvult. Dat er eigenlijk alleen nog maar licht is in den beginnen. En van daaruit kan er werkelijk iets nieuws ontstaan. Kan er een hele nieuwe wereld gecreëerd worden. Maar dat moet je wel eerst toestaan. Je moet het eerst voelen. En dat is gewoon ongelooflijk eng. Dat kost heel veel moed. Maar toch kan het je ongelooflijk veel brengen. Wat er bij mij ontstond in mijn leegte van mijn burn-out, was eindelijk het besef dat ik mij moest specialiseren op mijn talent, op mijn verbinding met mijn rode draden, namelijk het krijgerarchetype, de krijgerenergie. En dat kwam eigenlijk op een gegeven moment als vanzelf een soort van bovendrijven. En het gevoel was daar onmiddellijk helemaal goed bij. Het was meteen dat het aan alle kanten klopte. Dat ik wist, dit moet ik doen. Hier moet ik heen. Dit is de weg. Hoe zich dat heeft vormgegeven, dat heeft vervolgens tijd gekost. Dat heeft aandacht gekost, energie gekost. Uitvinden wat wel en niet werkt voor mij. En waar ik nu gekomen ben, dat voelt echt van, dit is ook de vorm die ik zocht. Maar het begon bij dat zaadje, bij dat kleine idee in die leegte. Ik moet wat doen met mijn krijgerkracht. Nou, van daaruit is dit allemaal ontstaan. Wat is dat bij jou? Heb jij ooit jezelf de kans gegeven om helemaal leeg te zijn? Om als het ware helemaal opnieuw te beginnen. En om echt heel zuiver te voelen. Wat bij jou als zaadje wil ontstaan, waar jouw genesis is, jouw oorsprongmythe.
Ik ben heel benieuwd hiernaar. Laat het me weten. En ik zie je de volgende keer. Doeg!